Hallo, wij gaan vandaag iets uitleggen over begrippen die voorkomen in verhalen. Er zijn vier begrippen die vandaag aan bod komen. Die vier begrippen zijn chronologie, vooruitwijzing, flashback en terugverwijzing. We beginnen met het begrip chronologie. Chronologie is een begrip die gebruikt wordt om een tijdsvolgorde in een verhaal te geven. Vervolgens hebben we flashback. Dit begrip wordt wel eens verward met terugverwijzing. Flashback wordt gebruikt om de lezer te laten herinneren wat eerder is gebeurd in het verhaal, om daar een bepaalde visie op te geven. Het verschil tussen deze twee is dat bij een flashback wordt teruggekeken ver in de tijd en een terugverwijzing wordt teruggekeken naar een klein stukje in het verhaal. Hier komt een voorbeeld van een flashback. In hoofdstuk 1 in het boek hebben ze het over 2019 en in hoofdstuk 2 hebben ze het over 1990, wat er toen gebeurde met een bepaald personage. Dit noem je flashback. Vooruitwijzing, wat soms verwacht wordt met chronologie. In een vooruitwijzing wordt vooruitgewezen naar iets wat later gaat gebeuren. Vooruitwijzing wordt gebruikt om de lezer nieuwsgierig te maken om door te lezen. Bijvoorbeeld, ze keek om zich heen, geen sterveling. Ze probeerde te bedenken wat ze kon doen. In trappen zijn kruis, vingers met gepunte nagels of toch bijten. Als laatste hebben we terugverwijzing. Een terugverwijzing is een opmerking waarmee de verteller de lezer herinnert aan iets wat aan de orde is gekomen. Bijvoorbeeld, naast haar stak de appelrollende kop van Charel. De mensenslijper, uit de honing. Charel die zelf al zoveel koppen had doen rollen. Hier kun je zien dat de schrijver de lezer herinnert aan iets. Wij hopen dat we jullie genoeg hebben geïnformeerd. Als er nog vragen zijn, mail dan naar de onderstaande mail.